Maastricht. Vandaag organiseert Jacobien van den Brink in het kader van haar oratie een congres over leren zorgvuldig revolveren. Ik neem u mee tijdens dit congres. Heb je er een beetje zin in? Heel veel zin. Als ik zie hoeveel mensen er zijn en allemaal mensen die ook echt betrokken zijn bij die revolverende fondsen, dan kan het alleen maar heel leuk worden vandaag. Wat is dat eigenlijk, een revolverend fonds? Een revolverend fonds is een fonds waaruit wordt geïnvesteerd in maatschappelijke projecten. En dat geld wordt uiteindelijk weer terugbetaald aan het fonds. En zo kun je geld meerdere keren inzetten. We gaan nu beginnen met het plenaire deel. Daarin worden twee keynote speeches gegeven. Eén door Fidon Nicolaides over het staatssteunperspectief. En één door Ewout Ergang over revolverende fondsen van het Rijk. Daarnaast is er ruimte voor discussie. You raised a question just now in your keynote speech. Are revolving funds another form of state aid? I would like to ask the same question to you just here. Well, the answer is it depends. If these funds, which come from a public authority, the state that is, are given to an enterprise at terms which are more preferential than the terms that the company could obtain on the market, then there is an advantage. And that advantage would count as state aid. Therefore, they would be classified as state aid, and there would be a need for compliance with the relevant state aid rules of the European Union. Ewout, bedankt voor je interessante woorden. Wat is voor jou de belangrijkste boodschap voor mensen om te onthouden na vandaag? Nou, dat we eigenlijk veel meer zicht zouden moeten hebben op revolverende fondsen, waar dus gewoon publiek geld, geld voor ons allemaal in zit. Maar we hebben eigenlijk te weinig zicht op hoeveel zijn er eigenlijk, hoeveel geld zit erin. En komt dat geld echt terug? Wat gebeurt ermee? Wat is de bedoeling? Nou, eigenlijk heel veel, er is heel veel wat we niet weten. En daarom is dit congres ook heel goed, omdat jullie daarmee eigenlijk de aandacht vestigen op iets nieuws. Hè, wat nog niet echt goed in beeld is. Nou, dus daar proberen wij meer zicht op te krijgen, maar dit helpt ook. Dit is het World Café. In dit café spreken 10 verschillende experts aan 10 verschillende tafels over 10 verschillende onderwerpen. Om het half uur moet worden gewisseld, zoals nu. Nou, ons tafelgesprek ging over de relatie tussen de overheid en het fonds. Moet er afstand zijn of juist dicht bij elkaar? Is het een huwelijk of is het een latrelatie? En als het een huwelijk is, is hij dan onder huwelijkse voorwaarden of is het een gemeenschap van goederen? Dus daar ging het over. En de conclusie is dat hij in bepaalde onderdelen moet je als overheid echt afstand houden. Zeker individuele projecten moet je niet mee willen bemoeien. Maar je moet wel close zijn in het meegeven van de voorwaarden, de doelen die je wilt bereiken, de doelgroepen waarvoor het is. En ook over hoe je daarover terugkoppelt. Op welke momenten je de strategie bepaalt. Ook op welke momenten je de lange termijn strategie bewaakt. Ik zat vandaag aan tafel 3 en die ging over de juridische vormgeving van een fonds. De belangrijkste conclusie is dat de route tussen fonds en eindbegunstigde via het publiekrecht ingericht moet worden. Belangrijkste reden daarvoor is de ongelijkwaardigheid tussen partijen waar het publiekrecht beter voor is ingericht dan het privaatrecht. Maar er kwamen ook tenzij's ter sprake en de tenzij's dat vooral dat het privaatrecht toch wel veel mogelijkheden biedt als de overheid invloed wil uitoefenen op het bedrijf van de aandeelhouder. Ook afhankelijk kan zijn de positie van de begunstigde en als er private co-financiers zijn, dat dan toch het privaatrecht wel heel wenselijk kan zijn. Zijn er misschien al vooruitlopend op wat de moderators ons zo gaan vertellen, wat voorlopige conclusies te trekken? Nou, op dit moment worden er 10 thema's besproken, dus er is heel veel te bespreken. En er zijn waarschijnlijk heel veel conclusies om te trekken. Maar wat ik zelf in ieder geval interessant en relevant vind, is dat er toch echt veel vragen zijn op het gebied van de verantwoording. Hoe leg je nou achteraf verantwoording af over de besteding van dat publieke geld in die fonds op zo'n manier dat de volksvertegenwoordigers het ook nog begrijpen?